mauvaise chanson, pour faire de sur, pour faire de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, pour faire de sur, pour faire de son. Ah, allemaal, daar zijn we weer. Sinds het debakel van Joost Kleine op het Songfestival ben ik me gaan verdiepen in de oude liedjes van het Songfestival. Ik weet als jongetje van 10 dat ik bijvoorbeeld het Italiaans meisje hoorde zingen Nonno Letta. Dat is me altijd bijgebleven. Het Songfestival zit er wel hele mooie liedjes bij, hoor. Ik heb er een aantal van uitgewerkt met mijn club in Monk, heb ik ze gespeeld. Maar ik heb pas ook een workshop gegeven bij Wouter Kuiper en zijn harmonica club in Nieuwegein. Dat was erg leuk. We gaan een liedje doen van Frans Segal. Zij won het Songfestival in 1965 voor Luxemburg, niet voor Frankrijk, hoewel ze een Française is. Zij won het Songfestival met het liedje Poupée de Cire, Poupée de Son in 1965. Haar vader was een tekstschrijver die schreef voor Edith Piaf en Aznavour. Dus zodoende kwam ze al jong in aanraking met de muziekwereld. En ze mocht een liedje inzingen. En in de studio werd ze ook gekoppeld aan, door de producer aan Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg kennen we vooral, denk ik, van het liedje Je t'aime moi non plus met Jane Birkin. Serge Gainsbourg wordt nog wel eens genoemd de Harvey Weinstein van de Franse muziekscène. Hij had zijn handjes nogal los, heb ik begrepen. De melodie van het liedje, althans de eerste paar maten, la 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 la, komen van een pianosonate van Beethoven. De inhoud van het liedje Poupée de Cire, Poupée de Son is af en toe een beetje cryptisch. Poupée de Cire is een pop. Pop en ja, de inhoud komt er eigenlijk op neer. Het beschrijft eigenlijk een onschuldig kindsterretje, wat zij was in die tijd, want ze was 18 jaar. En tamelijk onschuldig, inderdaad. Onschuldig popsterretje wat zingt over van alles en nog wat. Dat moet dan van de producer en van de tekst en de muziekschrijver. Terwijl ze zelf eigenlijk nog van toeten, nog blazen. Weet. Ze hebben haar bijvoorbeeld een jaar later een liedje laten zingen over Lolly's meisje, wat aan Lolly's likte. En dat had nogal een duidelijke connotatie. Toen ze dat doorkreeg, want ze was op jonge leeftijd nog een beetje onnozel, denk ik. Toen ze dat doorkreeg, voelde ze zich dan ook nogal gemanipuleerd en misbruikt door die producers. En ze wilden met die lijn niks meer te maken hebben. Ze wilden zelfs het liedje helemaal niet meer zingen. Poupée de Cire, Poupée de Son. De producer die ze wel vertrouwde, kwam ze later tegen, Michel Berger. Hij werd later haar man en ze hebben veel platen gemaakt, veel optredens gedaan. In Duitsland ook, ze heeft jarenlang in Duitsland opgetreden. In haar persoonlijke leven had ze veel pech. Haar man stierf erg jong, haar dochter stierf jong. En zij zelf kreeg longkanker, borstkanker, weet ik niet. Maar ze is in 2018 gestorven, ze was toen 70 jaar oud. Nou, het is niet een heel moeilijk liedje. Er zitten een paar dingen in om op te letten. We zullen het eens, ik zal het eens even voor jullie gaan spelen. En ik heb uiteraard de bladmuziek heb ik voor CF en voor GC. Dus dan moet het wel lukken. Hoe je aan de bladmuziek komt, dat zie je altijd achteraan mijn filmpjes. Nou, ik ga hem even voor jullie spelen. 1, 2, 1, 2, 3. Ik heb de tertsknop uit, want er zit een G mineur in en een G majeur. Als je nou
geen terstknop hebt, kan je er geen mineur spelen door een G bas met een bes-akkoord te spelen. Klinkt zo. Goed, ik heb een terstknop, die zit daar. Daarmee haal ik de terts uit het akkoord, kunnen ze dienen voor mineur en majeur. De pink gaat op 8 buiten uit. Ik speel pink, vierde vinger en weer de pink. Dus pink, de vierde vinger en weer de pink. Dan heb ik genoeg vingers over om naar beneden te gaan. De pink, de vierde vinger en weer de pink. Dan de derde vinger. 3 en... Mooi loop je naar beneden. En ik heb genoeg vingers om dat te doen als ik met de pink 4, 5 begin. 3 en... Maar 3 is even goed uitmikken op de vingerzetting. Ik heb de pink op 7. De vierde vinger op 5 binnenrij. De derde vinger op 4 binnenrij. 4 buitenrij, sorry. Nog een keer. De pink op 7, buitenrij. Vierde vinger op 5 binnenrij. Derde vinger op 4 buitenrij. Heb ik de wijsvinger op 3 binnenrij. En 4 binnenrij. Klinkt zo. 3 en... Nog een keer. 3 en... Met deze vingerzetting kom je er wel uit. Goed. De eerste regel helemaal. De pink begint... Vierde vinger, vijfde vinger. 3 en... Komt ie. Ga door. Oké, de eerste regel hebben we. Doen we nog een keer. 3 en... Vierde. Verder met de wijsvinger, de tweede regel, op 3 binnenrij, 3 en... Nu gaan we omhoog, derde vinger, vierde en vijfde. Nog een keer, maat 5, beginnen we de tweede regel, wijsvinger, 3 binnenrij, 3 en... Nog een keer, 3 en... Die maat 6, dat zijn allemaal syncopen. Derde vinger op 5 buitenrij. De vierde vinger op 7. Klinkt zo. 3 en... Oké. Als je niet gewend bent aan syncope, speel je de noten zonder de boogjes. Dan staat er... 3 en... En nu ga je ze verbinden. 3 en... 3 en... Goed, maat 5 en 6, de wijsvinger op 3 binnenrij. 3 en... Derde vinger. Maat 7. 7 buitenrij. Met een A-bas. Eigenlijk zou ik hier liever een E-bas willen hebben. Maar die hebben we niet. En we vervangen hem daardoor door een G-bas. Het is toch altijd een beetje balpen met zo'n harmonica. Dat is ook de charme van het instrument. De laatste twee maten van de tweede regel. Dus A, G en A. Ja. Okido. Nou, de hele tweede regel. Wijsvinger op 3 binnenrij. 3 en... Derde... Nou, regel 3 is een herhaling van regel 1. Regel 4 is een herhaling van regel 2, behalve het eindje. We gaan dus verder met regel 3, die hetzelfde is als regel 1. De pink op 8 buitenrij, de vierde vinger en de vijfde vinger. Komt er weer. 3 en... En de vierde regel. 3 en... De vierde regel, die bijna hetzelfde is als de tweede regel. Wijsvinger op 3 binnenrij. Klinkt zo. 3 en...
laatste twee maten. Even kijken, waar komen we vandaan? Ik zal even stoppen op het einde van maat 14. Ik begin bij maat 13. 3 en... Ik zit bij de pink op 8. Ik ga met de vierde vinger daarom naar 7. Nou moet ik naar 1 binnenrijden. En dan kan ik makkelijker door die 7 buitenrijden. Eerst met de vierde en dan met de vijfde vinger te spelen. Krijg je dit? Dan kan ik makkelijker naar 1 binnenrijden. Ja, nou dat gaan we eens even doen. 3, maat 13. 3 en... Ik kan niet tegelijk hier een Cis trekken en daar een A-duo. Wat ik wel kan, is terwijl ik hier de Cis trek, met mijn vijfde vinger, vierde vinger op 5 buitenrijden gaan zitten. Snap je? Dus Cis speel ik tegelijk met een A op mijn rechterkant. Dat kan wel. Dat klinkt dan zo. 2, 3. En denk eraan dat in die maat ook weer syncopen zitten, hè? Die 7 buitenrijden komt voor de D-mineur op je linkerhand. De hele vierde regel. 3 en wijsvinger op 2, op 3 binnenrijden. 3 en... Dan keer hetzelfde. Maat 13. 3 en... In de laatste regel. Niet al te moeilijk. Vierde vinger op 6 buitenrijduw. 3 en... Oké, in de ene laatste maat weer een paar syncopen. Zonder boogje staat er dit, 3 en... En met boogje staat er dit. De laatste regel lijkt op de ene laatste regel. De vierde vinger op 6 buitenrij, 3 en... Alleen gaan we op het eind omhoog. Nog een keer, maat 21, ene laatste regel vooraan. 3 en... Oké, de laatste twee maten klinken zo. Nu ga ik naar 4 binnenrijden. Met mijn vierde vinger en die pak ik meteen over met mijn derde vinger. Om met mijn vijfde vinger bij 7 buitenrijden te komen. Dus de ene laatste maat in slow motion, derde vinger, 4, 3, pink, 2, 3, en... Nou, ik laat hem nog een keer helemaal horen, kan je meespelen. Beginnen met de pink op 8 buitenrij, 3, en... Pink op 8. En ik met drie keer de vierde regel.
Tot zover het liedje Poupée de Cire, Poupée de Son, gezongen door Frans Segal, geschreven door Serge Gainsbourg. Nou, veel plezier ermee, succes en tot het volgende Songfestival. Bye bye. Chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon.